Nou, dit is het geworden. Een bierpakket. Lekker vol met confetti. Daar hou ik van. Lekker vrolijk. 350 gram elke keer. Dat is voor 2 personen. Hier zit voor 1 persoon in. En hier staat ook nog voor 2 personen voor vandaag. Na dat spelletje spelen ben ik in slaap gevallen. Of tenminste, ik zet dan de tv aan op de timer en dan val ik vanzelf in slaap in dit geval. Goedemorgen deze donderdagmorgen. Het is vandaag 17 maart, 18 maart alweer. Even spieken op mijn telefoon. Het is 9:05. Ik heb al boodschappen gedaan. Die zijn ook alweer opgeruimd. Achter me zie je de handdoek van Ravi. Mand die moest ik droog maken vanmorgen, want het was, dacht ik, droog. Dat was het niet. Dus hij was best wel nat. Normaal gesproken had ik dan zijn regenjas aangedaan als ik dat had gezien. Maar goed, dat had ik dus niet door. Dus hij heeft nu even, moest hij afgedroogd. En dat vond Ravi niet zo fijn, hè? Nee. Afdrogen vind je wat van. Toen ging ik ook nog weg boodschappen doen. Maar goed, nu ligt hij weer lekker op de bank. Hara, wat ben je aan het doen? Was je je eend aan het vermoorden? Ja, daar ligt je eend, hè? De eend ligt voor jullie daar op de grond. En Ravi heeft de bank. Tenminste, hij ligt lekker op de bank. Dat is zijn favoriete plek. Kan ik goed de tuin inkijken. Alle vogeltjes wegjagen, hè? Maar niet de koolmeesjes, dat mag niet. Want ik hoop dat hij weer in het nestje komt. Maar ik heb een nieuw nestje, dus ik vrees dat het nog wel even een jaartje duurt. Oh, grote gapen. Nou goed. Ingezoomd. Kijk, dat is aangenamer denk ik voor jullie kijken. Ik ga zo meteen naar de fysiotherapeut. En daarna ga ik even relaxen. Want dat is wel verstandig over het algemeen om dan even wat rustiger aan te doen. Vanmiddag ga ik bezig met achter de computer een poosje. Maar ook dat probeer ik een beetje te verdelen in niet al te lange stukjes. En wat ga ik nog meer doen? Nou, lekker met de Ravi lopen in de hoop dat het straks ook een beetje droog gaat zijn. Want dan kunnen we lekker een uur of anderhalf uur lopen, hè, Raaf. Naar het bos toe. Want dat vond je wel super leuk om te doen. Ik moet er in ieder geval ook nog even naar de dierenwinkel om even vlees te halen voor Ravi. Want op dit moment eet hij allemaal losse zakjes en dingetjes die nog bij Valerie vandaan kwamen. Die pup niet lust of niet mag. Wat hadden we nog meer? We hadden ook al bij de Deen wat gehaald. Maar als je de inhoud bekeek was het net alsof je hond een Big Mac aan het voeren was. Dat is misschien niet zo verstandig aangezien hij al wat overgewicht heeft. Dus ik wil nog even van Edgar Cooper, die van de week in zo'n kuipje. Nou, dat vindt hij geweldig lekker. Dus dat ga ik nog even ophalen. Maar dan moet ik wel voor naar de dierenwinkel, want dat hebben ze niet, zeg maar, hier in Heerengewaard. Dan moet ik of naar Ranzijn of naar mijn eigen dierenwinkel in Langendijk. En Noordschouw, denk dat ik daar even heen ga. Ik kan gelijk ook wat spullen voor de hamsters meenemen. Dus, nou ja, kortom, genoeg te doen. Maar ik ga nu eens naar de fysio. Tot straks. Zo, de belasting is klaar. En het viel me heel erg mee. Het viel best mee met invullen ook. Ik had gewoon alles van tevoren goed uitgezocht. En dat scheelde heel veel tijd. Ik ben ondertussen bezig met een cadeautje voor mijn zwager. Dat krijgt hij zaterdag. Mijn moeder neemt het zondag mee, want hij is zondagjarig. Allemaal biertjes, maar het moet even wat steviger verpakt. Dus ik ga even bij de Deen vragen of ik een stukje cellofaan kan kopen van hun. En daarna ga ik lekker met Ravi lopen. Als het droog is tenminste, want hij... Het regent elke keer hier. Het zou droog worden, dacht ik. Maar ik geloof dat ik die mededeling heb misgelopen. En ik ben nog eventjes iets aan het posten. Een oud klasgenootje van de huisartsschool. Die was op zoek naar zegels voor het bestek voor haar dochter. Van de Jumbo. Nou, ik had er heel veel. Die zitten nu in een envelopje en gaan daarheen. Die zijn er ook wel tegen de tijd dat ik er ben. Maar ik ga dat even doen en dan ga ik daarna eventjes niks doen. Want ik merk dat het masseren van mijn nek toch echt wel wat energie kost, zeg maar. Nou, dit is het geworden. Een bierpakket. Lekker vol met confetti, daar hou ik van. Lekker vrolijk. Een kaartje erin en een heleboel biertjes. Dus ik denk dat hij gaat genieten. En er kwam een pen binnen van Ali. Dit is eigenlijk net te laag, ik moet net even iets naar achteren. Ik weet al wat voor pen het is, want die had ik besteld. Maar toen wist ik nog niet dat ik die in Nederland ook had. Alleen is dit een dikke. Dus dat is met dat maken in de schabloontjes veel makkelijker. Dus ik ben hier blij mee. Inmiddels zijn we al een heel eind verder op de middag. Het is 3 uur. Ik heb heerlijk even niks gedaan.
dat was ook wel even heel fijn. Ik ben een tv-serie aan het kijken. 911 heet die. En dat is gewoon zo'n reality-serie. Maar dan niet echt reality, gewoon nep-reality. Heel erg nep zelfs soms, maar wel mooi gemaakt. En heerlijke afleiding om lekker te gaan kijken. Maar nu moet er even iemand plassen, dus we gaan even een rondje lopen. En hopelijk is het nu even een poosje droog. Want het bleef maar regenen vandaag. Daar werd ik echt niet blij van. Maar wij gaan even lopen. Ik laat jullie even lekker staan. En even een half uurtje, drie kwartier erop uit. Nou, inmiddels heb ik een hele grote voorraad pastasaus gemaakt. Dit is 350 gram elke keer. Dat is voor twee personen. Hier zit voor één persoon in. En hier staat ook nog voor twee personen voor vandaag. Daar staat inmiddels de cucitini uit te lekken. Die zal nu wel aardig uitgelekt zijn, denk ik. Ik doe dat altijd extra uit laten lekken, zodat het in elk geval... Ja, ik vind het heel naar als je nog je bord vol met sapjes hebt liggen, zeg maar. Dus ja, op die manier doen we dat. Zo, inmiddels heb ik lekker een rondje gelopen met Ravi. Het avondrondje van... Nou, goed, drie kwartier was het wel. 50 minuten. Ja, ik ga naar boven. Je kunt meekomen, Ravi. Moet je op de trap klimmen. Dat durft hij niet. Kom maar. Nee, hij staat wel op de eerste tree inmiddels. Eerder durfde hij überhaupt niet in de buurt van de trap te komen. Dus dat is al winst. Maar ik ga even lekker douchen. Het is tijd om mijn haar weer eens even te wassen. En dat doe ik het liefst altijd 's avonds. Dan kan ik 's morgens er weer van alles in stoppen. Maar ik kan het nu nog even mooi drogen. Ik hoef straks alleen nog maar een klein rondje met Ravi. Dus dat is lekker. Ik ga gauw douchen. Nou, inmiddels ben ik boven. Ik ga nog even een spelletje spelen op mijn tablet. En ga ik daarna lekker slapen. Het is al 9:30, 9:45, zoiets. 9:50. 9:55. Oeps. Maar goed, ik wil zo lekker gaan slapen. En dan is het een half uurtje nog. Even spelletje spelen. Moet kunnen toch? Vind ik wel in elk geval. Plannen voor morgen werken. En daarna zien we het allemaal wel weer. Oh ja, ik heb helemaal niet gezegd. Puk is vandaag bij de dierenarts geweest. Die heeft toch wel iets van een longontsteking, denken ze. Dus ze heeft antibiotica gekregen en ontstekingsremmers. Het was niet zo'n succes om die naar binnen te krijgen. Met twee man lopen worstelen. Tenminste, ik hield haar vast en Valerie heeft het dus toegediend, de medicatie. Maar ja, Puk die vindt een tabletje niet zo... dat hoort niet in mij. Dus dat ga ik heel hard weer uitspugen. Dus ja, maar goed, we gaan het zien en hoe het gaat. En hopelijk knapt ze heel gauw op. Dat zou ik heel fijn vinden voor haar, want je merkt gewoon aan dat ze niet lekker is. Ik ga in elk geval lekker even een spelletje spelen. Ja, en na dat spelletje spelen, ik ga even een extra lampje aan doen. Oh. Na dat spelletje spelen ben ik in slaap gevallen, of tenminste... Ik zet dan de tv aan op de timer en dan val ik vanzelf in slaap in dit geval. En ik heb dus geen eindstukje opgenomen, want ik dacht ik kom nog wel even bij jullie terug. Nou, dat is niet geworden. Ik ben mooi op tijd in slaap gevallen, denk ik. Heerlijke slaap in elk geval. Ik werd vanmorgen al voor de wekker wakker. Dat is natuurlijk altijd fijn. En dan word ik zeg maar zo'n 10 minuutjes voor de wekker wakker. Dat is net een mooie tijd om even rustig wakker te worden. Als de wekker dan nog gaat, dan kan ik ook gelijk opstaan. En nou ja, ik liep volgens mij om 6:55 al met Ravi buiten. Dus ja... Eigenlijk best wel prima. Goed, eigenlijk alleen maar een stukje om te zeggen dankjewel voor het kijken. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie kijken. Hele fijne dag als je deze video 's morgens hebt gekeken. En kijk jij nou 's avonds, dan slaap lekker. Mooie dromen. Zie je graag terug morgen in de vrijdagvlog. Tot dan. Doei doei.